Een hele goede middag allemaal. Welkom bij het webinar over de betekeniseconomie. Een andere kijk op economie. Mijn naam is Martijn Hoetjes en ik ben vanuit het Noordhof aan onze economiemethode Pincode verbonden. En in Pincode passen we uiteraard toe wat er in het curriculum staat. Maar tegelijkertijd kijken we ook naar de wereld om ons heen om leerlingen een zo compleet mogelijk beeld op de wereld te geven. We spreken hiervoor met diverse experts over verschillende uiteenlopende onderwerpen. En een van deze experts is Kees Klomp. En die ruim een jaar geleden een boek heeft geschreven over de betekeniseconomie. Ik heb hem hier voor me, misschien kent u hem. De komende drie kwartier neemt hij mee in zijn gedachtegoed. Genoeg gepraat. Ik wil heel snel het woord geven aan Kees Klomp. Dus Kees, aan jou. Dankjewel, Ben. Goedemiddag allemaal. Dank dat ik in jullie midden mag zijn. En ik ga jullie inderdaad in de komende 45 minuutjes meenemen door mijn werk als lector bij Lector Betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam. Ik ga jullie meenemen door wat van mijn onderzoekswerk en mijn bevindingen. En misschien vooraf even belangrijk om dat even te formuleren, dat ik ben een kleine 3 jaar geleden gevraagd om deze leerstoel in te gaan vullen met het idee of eigenlijk de aanname dat het huidige economische systeem, dus de manier waarop wij op de huidige manier met ons economische beleid omgaan, onhoudbaar is. Dus de zoektocht naar een nieuw economisch systeem, wat de systeemverandering, wat de kern van mijn onderzoekswerk behelst, is eigenlijk begonnen met ons CVB, waarin een van de leden, ja, je zou kunnen zeggen, de erkenning heeft gehad dat het huidige economische systeem, de manier waarop we de economie op deze manier invullen, onhoudbaar is gebleken. En we dus op zoek moeten gaan naar een nieuw narratief en daarvan ook de doorvertaling naar nieuw onderwijsmateriaal. Dus mijn taak binnen de hogeschool is eigenlijk tweeënlei. Eerst het onderzoek en ontwikkelen van nieuwe economische theorieën en praktijken en tegelijkertijd ook de doorvertaling daarvan richting het curriculum. Dus ik ga het een en ander met jullie delen. En dan ga ik even mijn scherm voor delen en dan moet ik even een kleine truc uithalen. Even kijken, want anders werkt dat niet helemaal. Even kijken, zo, dan gaat u heel veel schermpjes zien, maar dat is even niet anders. En als het goed is, even dubbelchecken. Martijn, kan jij even dubbelchecken, is het goed te zien zo? Ja, prima. Toppie, all right. Nou, ik ga jullie meenemen door het verhaal. En ik heb hopelijk een hoopvolstemmend verhaal. Misschien zelfs wel een optimistisch verhaal. Edoch moeten wij in mineur beginnen. Hè? Want jullie kennen deze befaamde uitspraak ongetwijfeld van Greta Thunberg. Hè? I don't want you to be hopeful, I want you to panic. En dat is de basis, de bron van waaruit het nadenken over nieuwe economische systemen plaatsvindt. De erkenning dat wij in een diepe existentiële crisis verkeren. En nou ja, ik heb hier een kleine verzameling van krantenkoppen gedaan. Ik had hier 25, 30 slides mee kunnen vullen, die allemaal eigenlijk min of meer dezelfde boodschap aangeven. En wat ontzettend wezenlijk is, en dat is de basis om tot echte oplossingen te komen, is de erkenning dat al deze crises een relatie hebben tot ons economische systeem. Dus klimaatverandering vindt zijn oorzaak in de manier waarop wij op dit moment omgaan met economische activiteit. Eén soort van biodiversiteit, vice versa. Welvaartsongelijkheid, politieke polarisatie, de opkomst van plutocratieën, de enorme opkomst van depressies en burn-outs, hebben allemaal één ding met elkaar gemeen. En dat is dat zij hun bron vinden, hun veroorzaking vinden in die economische groei, dat economische groeiparadigma. Dus wat deze tijd zo ontzettend bijzonder maakt, is dat we niet één, maar 4 verweven crisis hebben, een systeemcrisis die ook wel de polycrisis wordt genoemd, of de permacrisis, of de megacrisis, of zoals ik het hier heb genoemd, de systeemcrisis. Wat erop neerkomt dat het een soort van ja, ongelooflijk verweven, wicked probleem aan het worden is, waar een diepe existentiële crisis eigenlijk aan de grondslag ligt. Want als ik
Als ik het heb over een existentiële crisis, dan hebben een aantal mensen in eerste instantie de neiging om dat woord door elkaar te halen met extinctie, uitsterving. En alhoewel dat ook een wezenlijk onderdeel is van vooral de ecologische crisis en een reële mogelijkheid, bedoel ik toch echt iets wezenlijks anders met een existentiële crisis. En wat mij betreft ook de reden waarom betekenis-economie heet. En dat is dat wij in toenemende mate zien dat die externe crisis zijn interne beslag krijgt. Dus wat mijn onderzoekswerk ook nadrukkelijk laat zien, is dat de existentiële crisis eigenlijk een, ja, je zou kunnen zeggen, een soort van massale collectieve identiteitscrisis aan het worden is. Ik denk dat u het met me eens bent dat we in een tijdperk leven met toenemende maatschappelijke onrust. En veel van die onrust wordt eigenlijk veroorzaakt door het feit dat wij allemaal, zoals wij hier met elkaar zitten, een wereldbeeld en op het wereldbeeld gebaseerd zelfbeeld hebben geïnternaliseerd, die nu voor onze ogen eigenlijk in elkaar aan het storten is. Dus het klopt niet meer. De buitenwereld en onze binnenwereld kloppen niet meer met elkaar. Dus dat waarvan wij dachten dat het goed was en de norm was en de bedoeling was, ja, daarvoor zien we nu steeds meer dat dat tegen ons werkt. En dat verwart ons en dat vertwijfelt ons. Dus een existentiële crisis gaat over dat aspect. En wat we dus vervolgens zien gebeuren, is dat mensen zich ook gaan gedragen naar die crisis. Dus wat we zien wereldwijd, is een download van de toestand van de wereld. Dus we zien een steeds groter gewaarzijn over de problemen waarin wij zijn. Er zijn steeds minder mensen die, je zou kunnen zeggen, onder een steen hebben geleefd en niet weten wat er aan de hand is in de wereld. En wat we vervolgens zien, is dat die download van awareness, van bekendheid met het probleem, zich steeds nadrukkelijker begint te vertalen in een upload van geëngageerd gedrag. Dus we zien een wezenlijke toename van mensen die activistisch gedrag beginnen te vertonen. En dat activistische gedrag, dat wordt gevormd, gestuurd door die informatie die wij tot ons nemen, die aangeeft dat wij iets moeten doen aan die situatie in de wereld. Dat is eigenlijk het mechanisme wat wij nu zien. En er zijn twee onderdelen, twee aspecten daarvan die eigenlijk één ontwikkeling met elkaar vertonen. Dus het begint allemaal met a sense of urgency, een urgentiebesef. En dat urgentiebesef gaat heel nadrukkelijk over de existentie. Het feit dat er zoiets is als een groter geheel waar wij een onderdeel van uitmaken en we zien dat dat grotere geheel aan het lijden is. En wat daaraan gecombineerd is, is de sense of agency. Handelingsperspectief wat heel erg gaat over onze eigen individuele existentie. Het feit dat wij zingevende, betekenisgevende wezens zijn en ons willen inspannen om het goede te bewerkstelligen. Dus je zou ook kunnen zeggen, het is een combinatie van een ecologisch en een ethisch verschijnsel. Dit is de motor van betekenis-economie. En Aaron Hurst heeft daar in 2014 een boek over geschreven, waarin hij betekenis-economie eigenlijk positioneert als de vierde evolutie in economische paradigma's. En wat dit nieuwe economische paradigma kenmerkt, of eigenlijk ook dus kenmerkt, is dus de opkomst van deugden. Dus daar waar onze de kenniseconomie waar we eigenlijk uit evolueren nu, waar we vandaan komen, die heel erg nadrukkelijk draaide om waardecreatie en allocatie op basis van diensten. Een sector of een economie die gedomineerd werd door diensten zien we dat de huidige economie en de toekomstige economie steeds nadrukkelijker gedomineerd gaat worden door de deugd. Door bedrijven en organisaties die niet alleen maar diensten en of dingen leveren, producten leveren, maar vooral dingen en diensten waar een goed verhaal aan zit, zou je kunnen zeggen. Die onderdeel zijn van de oplossing, deugdzaam, moreel, ethisch, van aard. Dus dit is waarom er überhaupt betekenis-economie is. Nou, en als we dan gaan kijken naar wat is betekenis-economie dan, dan is het belangrijk dat wij daarin erkennen dat er een soort gelaagdheid is in de benadering van dat fenomeen. Dus ik ben zelf zeer gecharmeerd van een uitspraak van Charles Eisenstein, een Amerikaanse filosoof, die zegt: symptoms rest on top of systems and systems rest on top of stories. En die gelaagdheid geeft dus aan dat als wij iets willen doen aan systeemverandering, wat mijn professie is, dat wij dus niet zozeer alleen maar op die middelste laag moeten gaan mikken,
Maar dat we eigenlijk moeten erkennen dat elk systeem bestaat bij gratie van het verhaal wat er aan de grondslag ligt. Dus we zien nu bij steeds meer demonstraties, klimaatdemonstraties, allerlei mensen met bordjes lopen waarop staat system change, not climate change. En dan gaan we nadenken over wat er allemaal anders moet in de samenleving. Maar dat heeft niet zoveel zin zonder dat we het verhaal waarop ons huidige systeem is gebaseerd ter discussie durven te stellen. Dus ik wil jullie even meenemen door die gelaagdheid. En dan begin ik dus met het ontologische aspect van betekenis-economie. En dat is interzijn. En interzijn, in Engels interbeing. Ik draag even heel kort een stukje tekst voor, omdat het zo fundamenteel is. To be is always to interbe. If we combine the prefix inter with the verb to be, we have a new verb, interbe. To interbe and the action of interbeing reflects reality more accurately. We inter are with one another and with all life. We do not exist independently. Everything relies on everything else in the cosmos in order to manifest. Dit is de basis, dit is het nieuwe wereldbeeld wat wij nodig hebben om een economisch systeem, een socio-economisch systeem in te richten wat duurzaamheidsperspectief heeft, wat toekomstperspectief heeft. Deze benadering en een ander woord voor interzijn, en dat is een woord dat jullie allemaal kennen, is ecologie. Dit is eigenlijk de definitie van ecologie. Ecologie gaat over systeembiologie en de erkenning van het feit dat al het leven op aarde in een wederzijds afhankelijk relatienetwerk verkeert. En wat daarbij belangrijk is, is dat economie vaak wordt gepresenteerd en gepositioneerd als een knetterharde objectieve natuurwetenschap. En ik hoop dat ik niemand voor de schenen schop, maar dat is het niet. Economie is een sociale wetenschap en buitengewoon normatief. Ook de neoclassieke economische school, die daarin nogal dominant aanwezig zijn, is. Maar ecologie daarentegen is een knetterharde natuurwetenschap. Dus dit is hard. Dit is een objectieve weergave van wat de wetenschap ons leert. En dit is het vertrekpunt van de manier waarop wij naar economie moeten gaan kijken. Het feit dat ons bestaan, ons levensbestaan, en economie is een wetenschap wat gaat over het levensbestaan, het materiële levensbestaan, dat is per definitie coexistentie. Einstein heeft ooit gezegd dat als de bij uitsterft, 5 jaar later de mens onvermijdelijk ook uitsterft. Dus de bij is geen dier met afstand tot ons. Wij interzijn met de bij. Wij zijn onlosmakelijk verbonden. Ons bestaan, ons levensbestaan is verbonden, verweven met die van de bij. En een aantal maanden geleden mocht ik een lezing doen voor een groep studenten bij de TU Eindhoven. En toen vertelde ik ook deze anekdote van Einstein. En toen stak een student zijn vinger op en die zei: meneer Klomp, geweldige anekdote die u gebruikt, maar u begeeft zich nu een klein beetje op mijn domein, want ik ben hiermee bezig in mijn afstuderen. En als u de data gebruikt, moet u het wel goed doen. Het is namelijk geen 5 jaar, maar 3,5 jaar. Dus de tijd tussen het uitsterven van de bij en de mens is maar 3,5 jaar. Dus we moeten op een volstrekt andere manier vanuit de relaties gaan kijken naar de realiteit. Dat is de basis, het vertrekpunt voor betekenis-economie. En dat betekent dat wij in plaats van de huidige totaal vereconomiseerde samenleving die we hebben gecreëerd, wij bekijken alles vanuit een financiële bril. Of het nou de natuur is, of ons persoonlijke leven, of ons maatschappelijke leven. Soms is het impliciet, soms is het expliciet, soms is het bewust. Veel vaker is het onbewust, maar alles wordt bekeken vanuit een materiële financiële bril. En we moeten de stap gaan maken door onze financiële wereld, onze persoonlijke wereld en onze maatschappelijke wereld vanuit een natuurlijke bril te gaan bekijken. En het verschil daartussen is gigantisch. Nou, wat betekent dat nou op macro-economisch niveau? Dus we zijn nu begonnen op het meta-economische niveau, de ideologische kant die achter elk economisch systeem zit. Elke economie is per definitie een politieke economie. Maar als wij dan vertrekken vanuit dat ecologische standpunt, wat betekent dat dan voor de macro-economie en het systeem wat daarbij is? Nou, ik noem dat toegepaste ecologie. En ik wil jullie kort meenemen door een ontwikkeling die gaande is. En ik denk dat een aantal van jullie deze ontwikkeling meteen zullen herkennen. Wij hebben allemaal op school, vooral de neoclassieke economische school, geleerd. En aan de linkerkant zie je misschien wel het meest bekende, befaamde plaatje om de economie weer te geven van Samuelson. En dit is
de enorm dominante manier waarop economie onderwezen wordt. Er is ook onderzoek naar gedaan. En in het leeuwendeel van de gevallen is datgene wat wij op de scholen onderwijzen of onderwezen hebben gekregen als economie, is eigenlijk neoclassieke economie. En daar gaat het wat mij betreft in ieder geval al voor een heel belangrijk gedeelte mis. Want neoclassieke economie is natuurlijk maar één van de vele, vele verschillende manieren om naar economie te kijken. Er is een marxistische economische school en een feministische economische school en een Oostenrijkse school. En dat zijn allemaal wezenlijk andere perspectieven. En veel van de studenten die ik voor mijn snuffert krijg, hebben daadwerkelijk het idee dat weet dat economie een objectieve, knetterharde wetenschap is. Omdat ze de hele middelbare schooltijd hebben gewerkt met formules en wetenschappelijke of mathematische berekeningen en statistiek. Maar wat we hier zien in dit plaatje, en we hebben het te danken aan de milieueconomen die in de jaren 60... de neoclassieke economen begonnen te bestuderen en te bekritiseren en tot de conclusie kwamen van jongens, er klopt iets niet in het plaatje. De neoclassieke economie behandelt de samenleving als een economie. En dat betekent dat natuur en ook datgene wat wij als samenleving buiten de economie doen, dus alles waar geen portemonnee aan te pas komt, zou je kunnen zeggen, eigenlijk uit het plaatje is geëxternaliseerd. En dat klopt niet. Dus de milieueconomen gingen eigenlijk weer de natuur, het milieu en de maatschappij, het niet-materiële gedeelte van de maatschappij, weer heromarmen, embracen. En dat heeft geresulteerd in dit wereldberoemde model. En dit is het model waarvan heel veel van mijn studenten dan overigens altijd schrikken als ik ze uitleg dat dit is eigenlijk de basis van duurzaamheid. Dus iedereen die met duurzaamheid in de weer is, is eigenlijk bezig met milieueconomie. Want dit is echt de basis voor dat wereldberoemde triple P-formule, People, Planet, Profit. En het was in de jaren 70 te danken aan mensen als Herman Daly, de ecologische economen, die naar het werk van de milieueconomen keken en zeiden, jongens, jullie interpretatie is interessant, maar hij klopt niet. Het gaat niet om overlap, het gaat eigenlijk om een volgorde. Volgordelijkheid. Er is sprake van ingebedding, inbedding, embeddedness. Dus een economie is per definitie ingebed in een samenleving. En een samenleving is per definitie ingebed in een ecologische omgeving, in de biosfeer. Dus het gaat niet zozeer om overlap, maar om volgorde. En ook deze school is al om bekend, want dit is eigenlijk de basis van alles wat vandaag de dag circulaire economie heet. En het gedachtegoed van de ecologische economie is zo prachtig samengevat in die gevleugelde uitspraak van Satish Kumar. An economy is a subset of ecology. Een economie is een onderdeel van de ecologie. En nu zijn we, wat mij betreft, staan we aan de vooravond van een volgende iteratie. En ik hecht de waarde aan om te zeggen dat dit een hypothese is, een theorie. We zijn nog bezig met een aantal PhD'ers om te kijken of wij dit al kunnen bewijzen. Maar ik denk dat een heel gedeelte van de echte nieuwe wetse economische denkers, en dan denk ik aan mensen als Kate Raworth en Catherine Trebeck en John Fullerton en Georgis Kallas en Jason Hickel, eigenlijk niet passen binnen de ecologische economische school, maar een nieuwe school aan het vormen zijn, die ik maar even de existentieel economische school heb genoemd. En wat je eigenlijk ziet, is dat zij de volgorde omdraaien. Dus ze hebben het niet meer over ecologische economie, maar je zou kunnen zeggen, ze hebben het over economisch toegepaste ecologie. Het is een radicale erkenning van het feit dat het leven op aarde in een wederzijdsafhankelijk verweven relatie verkeert met elkaar. Dus niet embeddedness, maar entanglement als de basis. En om het principe even simpel te duiden, als we uitzoomen van de aarde, dan verdwijnt alle economie, maar alle ecologie blijft bestaan. En als we dat als beginsel nemen, dan kunnen wij op een wezenlijk andere manier leren kijken naar economie. Dus wat ik eigenlijk wil agenderen, is dat het idee wat wij koesteren, dat er zoiets bestaat als een economie, wat ook in de ecologische economie nog wordt gepresenteerd als een autonoom ding, weliswaar ingebed, maar nog steeds een ding, dat een belangrijke illusie is om los te laten. Want die economie bestaat eigenlijk alleen maar in onze hoofden. En dat betekent dat we op een andere manier moeten gaan kijken, veel meer vanuit de ecologische realiteit,
naar de menselijke samenleving en ook het menselijke materiële metabolisme, wat in essentie een economie is. Nou, wat betekent dat nou voor economisch beleid? Nou, dat betekent dus dat een economisch beleid van materieel naar existentieel moet evolueren of levenscentrisch moet worden. En dus wat je hier ziet is eigenlijk die evolutie van economie. Dus ons huidige economische systeem is egocentrisch van aard. En dat klinkt als een naar scheldwoord, maar dat bedoel ik er absoluut niet mee. Egocentrisch gaat om de erkenning dat het Nederlandse economische beleid, de Nederlandse economie, er is om u en mijn individuele materiële behoeftes te bevredigen. Dus de premisse is dat wij een wezen zijn met materiële behoeftes en die willen we bevredigen. En om dat een beetje ordentelijk te laten verlopen met elkaar, hebben we afspraken nodig, allocatieafspraken nodig, om dat een beetje in goede banen te leiden. Dat is wat een economie in essentie is. Een setje afspraken over allocatie. En de huidige afspraken zijn gebaseerd op het feit dat een economie er is om die behoeftes zoveel mogelijk te bevredigen. En dus dit is ook de reden waarom economische groei vanuit Den Haag altijd met gejuich wordt ontvangen. Want economische groei betekent meer economische activiteit, meer productie en consumptie en dus meer kans op die behoeftebevrediging die wij als mensen hebben. Maar in de jaren 70 als eerste ontstond er eigenlijk een soort tegengeluid tegen deze benadering. En dat was de Club van Rome die als eerste kwamen met berekeningen. Die zeiden van jongens, luister, die individuele menselijke behoeftes, die zijn vele malen groter dan dat de planeet aan kan. Dus we moeten eigenlijk het afscheid gaan nemen van die nationale economische beleidsmaatregelen, waarbij economen alleen maar kijken naar, en politici alleen maar kijken naar de materiële behoeftes van mensen in hun land, in hun natie. En daar vervolgens een economie op proberen te laten draaien, die altijd alleen maar groter gaat worden als de planeet die groei niet aan kan. En later werd dat op Brundtland herhaald. En uiteindelijk in 2015, vooral zou je kunnen zeggen, in het Parijsakkoord, hebben we een wereldcentrisch economisch beleid. Dus wij hebben nu in Nederland te maken met een overkoepelend economisch beleid, wat geformuleerd is in de Parijsakkoorden, waar wij ons nationale beleid aan hebben te relateren. Dus wij kunnen niet langer alleen maar kijken naar de behoeftes en verlangens, de materiële behoeftes en verlangens van Nederlandse mensen. Wij hebben nu ons te verhouden tot internationalere, grotere afspraken die wereldcentrisch zijn. En ja, ik weet niet hoe jullie vergaat, maar wat mij betreft kunnen we de conclusie trekken dat dat nog niet meevalt om die wereldcentrische doelen te behalen. We zouden zelfs kunnen zeggen dat het tot nu toe op een hopeloze mislukking uitloopt. We lopen ernstig achter de feiten aan. De Parijsafspraken zijn gemaakt om beneden de 1,5 graad te blijven. En ik spreek regelmatig met klimaatwetenschappers en ecologen. En ik kom er werkelijk niet één meer tegen die nog echt serieus gelooft dat wij binnen die 1,5 graad kunnen blijven. En dat heeft heel erg te maken met het feit dat het ongelooflijk ingewikkeld blijkt te zijn om onze nationale economie af te stemmen op dat internationale doel. En nu komt het vervelende nieuws. Dat is nog niet genoeg. Want we moeten nog een stap verder zetten. Want dat wereldcentrische beleid zoals we dat nu zien bij onder andere de Parijsakkoorden zijn nog steeds heel erg antropocentrisch, zijn nog steeds heel erg mensgericht. Het gaat alleen maar over ons. Ja. Dus als we het hebben over klimaatverandering en we hebben het over zeespiegelstijging, dan is dat gedoe voor ons als mens. Als we het hebben over droogte, gedoe voor ons. Als we het hebben over overstromingen, gedoe voor ons. Maar wat ik hoop net kort hebben agendeerd met het meta-verhaal van betekenis-economie. Het gaat niet over ons. Het gaat over het totale ecosysteem. En waar wij slechts een onderdeel van zijn. En als de ecosystemen in elkaar klappen, dan heeft dat noodlottige gevolgen voor ons. Dus om het even simpel te duiden. De toekomst is dat we niet alleen maar kijken naar wat de mens nodig heeft, maar we moeten ons gaan bekommeren om die bij, waar ik net als voorbeeld mee noemde. We moeten zorgen dat die aarde in ecologische zin een vitale levensomgeving blijft. In plaats van dat we alleen maar bezig zijn in de vorm van klimaatadaptatie en mitigatie onze menselijke belangen waar te nemen. Dus dit is de grote uitdaging die wij hebben. Hoe kunnen wij levenscentrisch leren denken? Nou ja, en de manier om daarmee te beginnen of tegemoet te komen is om na te gaan denken in integrale waarden. Want het grote probleem met het huidige economische systeem is dat welvaart en het welvaartstreven daarin
ongelooflijk dominant is geworden. Hè? Dus welvaart betekent dat we uiteindelijk alles wat we doen meten en rapporteren in de vorm van bruto binnenlands product. En daar op basis daarvan allerlei exercities aan het doen zijn. Maar welvaart of zakelijke waarde is natuurlijk maar één manier van de vele manieren waarop wij als mensen waarde kunnen creëren. Want wij kunnen namelijk ook maatschappelijke waarde creëren. Dat gaat over de kwaliteit van het gemeenschapsgoed en dat noemen we welzijn. En er is ook nog zoiets als persoonlijke waarde, wat welbevinden is. En welbevinden is uiterst subjectief. Dat is de manier waarop wij onze levensomstandigheden subjectief ervaren. Terwijl welzijn veel meer gaat over objectieve weergave van onze levensomstandigheden. Of leefomgeving eigenlijk. Dus als ik het even simpel maak om het als voorbeeld te doen. U en ik wonen alle twee in Wijk aan Zee in dezelfde straat. En u woont in een huis van 1 miljoen. En ik woon in een huis van 500.000. Dus dat betekent dat iedere econoom zal dat herkennen, dat er in welvaart een verschil is tussen u en mij. U bent welvarender dan ik, of u heeft in ieder geval een duurder huis en een grotere hypotheek. Maar wij wonen alle twee in dezelfde straat. En dat betekent dat wij evenveel last hebben van de luchtverontreiniging die in Wijk aan Zee door Tata Steel wordt gecreëerd. Die luchtverontreiniging discrimineert niet in huisnummer in die straat. Wij hebben alle twee te maken met dezelfde omstandigheden. En u gaat daar enorm onder gebukt. Want u wilt eigenlijk uw huis verkopen, maar dat is onverkoopbaar gebleken door de toestand. En ik ga redelijk vrijmoedig door het leven. Dus er kunnen enorme verschillen zijn tussen welvaart, welzijn en welbevinden. En het grote probleem van het huidige economische systeem is de veronderstelling dat welvaart uiteindelijk de basis vormt voor welzijn en welbevinden. Dat welzijn en welbevinden voortvloeien uit welvaart. Dus de veronderstelling is dat als het goed gaat met onze welvaart, dat het uiteindelijk ook goed gaat met ons welzijn en welbevinden. En dat is onzin. Want dit voorbeeld laat zien dat willen wij een beslissing nemen die bijvoorbeeld goed is voor het welzijn, dan zouden wij daar in Wijk aan Zee bijvoorbeeld Tata Steel moeten sluiten. Dat zou helpen om het welzijn van Wijk aan Zee aanzienlijk te verbeteren. Dat gaat alleen ten koste van welvaart. Dus nemen wij nu die beslissing niet omdat in ons huidige economische systeem welvaart zo ontzettend dominant is, dat de stappen die wij moeten nemen om welzijn en welbevinden te laten floreren eigenlijk onbespreekbaar zijn. Dit is de basis van het verhaal. Niet alleen maar kijken naar geld, maar ook naar gemeenschapsgoed en naar geluk. Nou, wat betekent dat nou op micro-economisch niveau? Dus wat betekent dit nou voor een onderneming? Nou, dat betekent als leven centraal komt te staan, als we niet moeten gaan kijken naar het materiële levensbestaan, maar veel meer het existentiële levensbestaan, dat betekent dus ook dat ondernemers op een andere manier moeten gaan ondernemen. En dan komen we uit bij het fenomeen rightsholdership. Rightsholdership is een term die nu opmars maakt. En het is de overtreffende trap, zou je kunnen zeggen, van shareholdership en stakeholdership. Dus shareholdership, zeer dominant in het huidige economisch systeem, draait om het feit dat wij ons richten op de aandeelhouders binnen een bedrijf. Dat zijn dus de mensen die een financieel belang hebben bij een bedrijf. En om die belangen zo goed mogelijk te dienen, moet een bedrijf zoveel mogelijk winst maken. Moet de winst geoptimaliseerd worden. Want winst is een belangrijke indicator van het behartigen van de zakelijke belangen van een bedrijf. En dit is de manier waarop een zeer dominant gedeelte van de bedrijven in ons huidige economische systeem functioneert. Er wordt continu gekeken naar hoe kunnen wij de aandeelhouderswaarde maximaliseren. En de manier om dat te doen is om de winst te optimaliseren. En ondertussen ook hier is er weer een tegenbeweging ontstaan die de stakeholderbeweging wordt genoemd. En daar zijn wij in Nederland overigens wereldkampioen in. Wij zijn wereldkampioen stakeholdership en dat heeft te maken met onze poldercultuur. Het verschil tussen shareholdership en stakeholdership is dat je niet alleen maar de financieel belanghebbenden uitnodigt, maar alle belanghebbenden bij een bedrijf. Om in een soort van dialoog met elkaar al die verschillende belangen naar elkaar af te wegen en dan met elkaar tot een balans te komen. Maar in betekenis-economie moeten we nog een stap verder gaan. En ook de rightsholder gaan erkennen. En de rightsholder zou je kunnen zeggen zijn de indirecte stakeholders. De rightsholders zijn die
levensvormen die wel beïnvloed worden door een bedrijf, maar die niet in staat zijn om het bedrijf zelf direct te beïnvloeden. En dat zijn talloze levensvormen. En dit is, en dat zeg ik zonder enige overdrijving, naar mijn bescheiden mening, misschien wel de allerbelangrijkste ontwikkeling in business op dit moment. Want je ziet overal in de wereld nu dat er met veel succes rechtszaken worden aangespannen en gewonnen, waarbij natuur mensenrechtenachtige rechten krijgen. Dus in 2017-18 begonnen met een groep Maori's die voor hun heilige rivier met succes bij de rechter tot legal person heeft weten te verheffen. Dus dat die rivier werd van een passief object opeens een juridisch subject. En die kon daarmee over zijn eigen lot gaan beschikken. En je kunt je voorstellen dat een rivier die zeggenschap krijgt in datgene wat er met die rivier gebeurt, er niet uit vrije wil voor gaat kiezen om door mensen overbevist of vervuild te worden voor economische doeleinden. Ja, dus dit is een gamechanger. En de reden waarom het een gamechanger is, is omdat eigenlijk alle wet en regelgeving die we nu zien, die in ontwikkeling is vanuit Brussel vooral, voorsorteren is op dit rightsholdership. Dus we zien eigenlijk dat bedrijven steeds nadrukkelijker worden gewezen op de aansprakelijkheid die zij hebben voor alles wat er gebeurt in hun ketens. Dus de hele discussie die we nu de afgelopen paar maanden weer hebben gehad rondom de IMVO, waarbij weer een aantal bedrijven hebben gedreigd om Nederland te verlaten, dat zijn eigenlijk allemaal achterhoede gevechten voor een ontwikkeling die nog veel en veel verder gaat, waarbij het een kwestie van tijd is dat een ieder die bij Kamers van Koophandel aanklopt om een bedrijfje gaat te beginnen, een brochure meekrijgt waarin staat: let op, u bent aan het eind van het jaar niet alleen verplicht om een winst- en verliesrekening voor te leggen die door de accountant is goedgekeurd, maar naast de financiële verslaglegging wordt u ook verplicht om een ecologische en een sociale verslaglegging voor te leggen. Dus met andere woorden, bedrijven zullen worden geacht om alle impact die ze maken aantoonbaar te maken. En dan kom je eigenlijk uit bij deze verschuiving, dat betekenis-economie niet langer gaat over dat die monomane focus op de financiële resultaten, het inkomen van een bedrijf, maar impact gaat dus over de erkenning dat een bedrijf een veelzijdige winst- en verliesrekening heeft. Een financiële winst- en verliesrekening, een maatschappelijke winst- en verliesrekening en ook een persoonlijke winst- en verliesrekening. En een bedrijf wat het verst mee in de weer is, en wat mij betreft is ook een toonbeeld van betekenis-economie, is Commonland. Het is een Nederlands bedrijf en je zou kunnen zeggen Commonland is een soort grondbank. Zij kopen met geld van impact-investeerders enorme stukken grond, gedegenereerde landbouwgrond. Dus dat is landbouwgrond die te lang, te intensief en industrieel is gebruikt, waardoor die is doodgegaan. En wat zij eigenlijk doen is zij herstellen die bodem. En dat doen ze op enorme stukken land. Dus in Andalusië, een gebied zo groot als de provincie Noord-Brabant. In India, een stuk grond zo groot als de drie noordelijke provincies, Groningen, Friesland, Drenthe. In Australië, een stuk zo groot ongeveer als eigenlijk heel Nederland. En misschien zelfs nog wel iets groter, dus Vlaanderen erbij. En met het herstellen van de bodem creëren zij wat zij de viervoudige return noemen. Return on inspiration, return on social capital, return on natural capital en return on financial capital. En wat nou toonaangevend is voor de betekenis-economie, is dat zij eigenlijk als eerste deze data volledig geaggregeerd presenteren. Dus in plaats van datgene wat accountants doen, zoals Deloitte en Ernst & Young en Pricewaterhouse, die tegenwoordig wel een integrale kosten- en batenanalyse maken van een bedrijf en dan een bedrijf financieel waarderen op een bepaald bedrag en dan een verrekening maken op basis van de maatschappelijke kosten en baten. Dus creëert een bedrijf schade, dan gaat er een stukje van de financiële waarde af. En creëert een bedrijf surplus, dan komt er iets bij de financiële winst of bij de financiële waarde die wordt ingeschat. Doet Commonland dat niet? Dus wat zij doen is zij rapporteren de four returns, zoals hun methode heet, en die is open source. Dus als jullie daar meer over willen weten, ga alsjeblieft Google het. Het is ontzettend interessant om te zien. Het is door de Erasmus Universiteit ontwikkeld. Maar zij zijn eigenlijk de eerste
die dus naast een financiële winst- en verliesrekening bijvoorbeeld ook gewoon een biodiversiteitswinst- en verliesrekening rapporteren. En in die biodiversiteitswinst- en verliesrekening kun je precies zien wat er in dit jaar of in het volgend jaar aan biodiversiteitswinst is gerealiseerd in dat gebied waar zij actief zijn. Dus je ziet letterlijk welke soorten er weer terug zijn gekomen, hoe het bodemleven of het leven op de bodem rijker is geworden. En eigenlijk zit er magie, dus niet zozeer in het feit dat zij die meervoudige waarden maken en meten, maar in het feit dat het dus door hun investeerders wordt geaccepteerd als een return van echte waarde zonder dat deze wordt gematerialiseerd. En de reden waarom dit zo revolutionair is, naar mijn bescheiden mening, is dus dat het het eerste initiatief is wat prijs en waarde uit elkaar trekt. Dus daar waarin eigenlijk in alle instanties prijs en waarde tot één en dezelfde vorm zijn gekozen, waardoor het uiteindelijk altijd alleen maar over geld gaat, zijn zij eigenlijk het eerste initiatief wat die twee uit elkaar trekt en zegt, nee, biodiversiteitswinst is een knetterharde waarde en waarom zouden wij daar geld van maken? Ik denk dat dit een voorbode is voor een verbreding van het economische narratief en ook de taal die we hebben om waarde uit te drukken. Nou, hoe kunnen we nou betekenis-economie stimuleren als laatste? Nou, ik heb een systeemtheorie of change geformuleerd en die heeft drie wezenlijke onderdelen. Immersie, dissolutie en amplitie. En je kunt ze ook vinden in het Noordhof-boek wat Martijn jullie net liet zien. Een immersie draait om versmelting, om nabijheid. Ik doe op dit moment een onderzoek onder sociaal ondernemers. En wat eigenlijk uit al die gesprekken blijkt, niet één sociaal ondernemer uitgezonderd. En even voor alle duidelijkheid, sociaal ondernemers zijn ondernemers die zich inzetten voor een maatschappelijke missie. Dus zij ondernemen niet zozeer om financiële waarde te bewerkstelligen, maar eerst en vooral maatschappelijke waarde. Dat is hun drijfveer. En wat je kunt horen in al die verhalen van die ondernemers, is dat er een aantoonbaar moment is geweest waarop ze zich geroepen en geraakt voelde door een maatschappelijk probleem. Dus er is niemand die op dinsdagochtend wakker werd met het idee, ik ga eens een bedrijf beginnen om armoede de wereld uit te helpen. Er is altijd een existentiële levensgebeurtenis wordt genoemd. En een prachtige manier om dat te verwoorden is de spear in the chest. De spear in the chest is een uitspraak van Ray Anderson, wijlen CEO van Interface. En het was een klassiek vloerbedrijf wat enorm vervuilend en vernietigend was. En hij las een boek van Paul Hawken, een ecoloog. En dat raakte hem zo, hij noemde dat was een spear in the chest moment, dat hij zijn hele bedrijfsvoering heeft omgegooid, waardoor Interface nu eigenlijk de eerste corporate ter wereld is die klimaat positief onderneemt. Dus zij zijn niet minder slecht, maar systemisch positief bezig met hun ondernemen. Nou, dit is de basis voor wat wij in het onderwijs met betekenis-economie proberen te doen bij de hogeschool. Wij proberen eerst en vooral aan de houding van onze studenten te sleutelen. Want wat hebben wij ontdekt? Kennisoverdracht en het aandragen van vaardigheden zijn totaal zinloos als wij een systeemverandering willen bewerkstelligen. Dus als ik het even terugbreng naar het onderwerp klimaatwetenschap of klimaatverandering. Ik kan mijn studenten in een uur uitleggen wat klimaatverandering is, zodat ze op kennisniveau, op kennisoverdrachtsniveau weten wat er aan de hand is in de wereld. En ik kan ze in een tweede uur, kan ik ze allerlei vaardigheden aandragen om iets te doen met die kennis. En vervolgens gebeurt er helemaal niets, totdat het moment daar is dat studenten iets willen veranderen. Dus willen is een essentieel onderdeel om systeemverandering teweeg te brengen. Het moet vanuit intrinsieke motivatie gebeuren. Dus daarom beginnen wij met immersie. Tweede onderdeel wat ontzettend belangrijk is dissolutie. En dissolutie gaat vooral over het oplossen of het deconditioneren van heel veel onzin die onze studenten is aangeleerd. En alhoewel ik u niet kan zien, kijk ik u nu even heel bewust naar jullie, naar u. Omdat wij natuurlijk volstrekt afhankelijk zijn van de manier waarop de studenten in het voortgezet onderwijs zijn opgeleid over economie. En de eerlijkheid gebied te zeggen dat ik mij in veel gevallen kapot schrik. Ik ontmoet studenten die een volstrekt niet legitiem idee hebben over wat economie is. Ze bevragen het niet, ze zijn niet kritisch. Ze weten vaak niet
dat ze neoclassieke economie en economisch onderwijs hebben genoten. Ze zijn zich helemaal niet bewust van het feit dat economie normatief is, dat er verschillende scholen zijn met verschillende perspectieven, dat er politieke economie is waarin ideologie een belangrijke rol speelt. Niets van dat alles. En ja, wij proberen daar heel veel aandacht aan te besteden, omdat ja, voordat wij studenten iets nieuws aan kunnen leren, moeten we eerst heel veel onzin afleren. Dat is een belangrijk onderdeel. En de drie belangrijkste vormen, ik heb ze net al genoemd, zeker in neoclassieke economie, karikatuur van de homo economicus, die representatief is voor veel economisch beleid met perfect werkende modellen. Die zo perfect werken natuurlijk, omdat we een karikatuur hebben gecreëerd van de mens. Terwijl sociologie en psychologie een heel ander mensbeeld presenteert, homo forens, waarin niet de materiële behoeftes van mensen centraal staan, maar juist vooral de sociale en spirituele behoeftes. Ontzettend belangrijk is het ontkrachten van datgene wat wij in ons huidige economisch systeem volstrekt normaal vinden, namelijk dat mensen gereduceerd worden tot een portemonnee, waarin we eigenlijk alleen maar tellen als we een rol als producent of consument spelen en er iets of in of uit onze portemonnee gaat. Dat is een enorme amputatie van wat het is om mens te zijn. Datzelfde geldt voor welvaart, wat wij maar niet ter discussie stellen. Terwijl als je teruggaat naar de bron van economie en je bestudeert de grote klassieken, Mill en Keynes en Adam Smith en Marx, je heel nadrukkelijk ziet dat eigenlijk alle economische brontheorieën een helder onderscheid maken tussen welzijn en welvaart. Dus welzijn is het einddoel en welvaart is een middel om dat welzijn te bewerkstelligen. En als je dan vervolgens gaat kijken naar de realiteit van ons land, dan zie je dat wij in 1962, een kantelpunt hebben doorgemaakt waarbij welvaart en welzijn uit elkaar zijn gegroeid. Dus tot 1962 maakte welvaart en welzijn een gelijkmatige groei op. En sinds dat punt is welvaart verder gegroeid. Onze economie is 300% groter dan dat die was in 1960. We zijn qua bruto binnenlands product 3 keer rijker dan wat we waren in 1960. Terwijl ons welzijnsniveau niet alleen is blijven hangen op dat van de jaren 60, maar dat neemt zelfs in belangrijke mate af. En ik schrok mij in alle eerlijkheid kapot voordat ik aan dit onderzoek begon. Want dit was een gegeven wat mij onbekend was. Maar wat me al helemaal onbekend was, was dat er zelfs binnen de economie een term voor is. En dat we dit overontwikkeldheid noemen. Dus ik was bekend met het begrip onderontwikkelde landen, maar er bestaat dus ook zoiets als overontwikkelde landen, waarbij welvaartsgroei niet langer ten bate van welzijn plaatsvindt, maar louter nog ten koste. En ik neem met stijgende verbazing waar dat we toch elk jaar achter economische groei en meer welvaart aan blijven lopen, terwijl we dit al vanaf de jaren 60 weten. Dit is bekend bij het ministerie van Economische Zaken. Nou goed, en als laatste hebben veel van mijn studenten een totaal verknipt idee over wat natuur is. En zijn we eigenlijk alleen nog maar in staat om natuur als een kapitaal te beschouwen. Dus als wij economisch iets met natuur kunnen, heeft het waarde. En als dat niet zo is, dan heeft het eigenlijk geen waarde. Dan is het waardeloos. En dat is natuurlijk een onvoorstelbare reductie en amputatie van datgene wat natuur is. Want natuur heeft natuurlijk niet alleen maar waarde omdat wij als mens ergens een prijskaartje op plakken. Natuur heeft een intrinsieke waarde en een intrinsiek recht om te zijn wat het is. Nou, dus dissolutie gaat heel erg over het ontkrachten. En als laatste hebben we dan ook nog amplitie. En amplitie gaat heel erg over het verleggen van een focus. Amplitie is een term uit de gezondheidszorg en daar hebben we curatie, wat draait om mensen die ziek zijn beter te maken. En dan hebben we preventie, wat gaat over het proberen te voorkomen dat mensen ziek worden, zodat je ze beter moet maken. Maar amplitie draait eigenlijk de conventie om en focust eigenlijk alleen maar op de mogelijkheden en de positieve energie die ook in het systeem is. Dus in plaats van te focussen op de problemen, gaat amplitie eigenlijk uit van
wat gebeurt er eigenlijk allemaal al aan goeds? En daarmee refereert het enorm aan die prachtige uitspraak van Buckminster Fuller. You never change something by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model obsolete. En dat is een heel belangrijk gegeven tenslotte. Omdat als we het over systeemverandering hebben, we op dit moment twee dominante narratieven zien. Het they-narrative of het hun-narratief en het ik-narratief. Het hun-narratief is een narratief wat je veel ziet bij bijvoorbeeld klimaatdemonstraties, zoals onlangs bij de A12. Dus dan zie je dat mensen massaal de straat op gaan en eigenlijk op alle bordjes die ze omhoog houden, staat één boodschap. En dat is eigenlijk dat wij naar hun wijzen. En met hun bedoel ik dan de overheid of de oliemaatschappijen of het bedrijfsleven. En tegen hun zeggen, luister, jullie moeten het veranderen. Wij kunnen dat niet. Jullie moeten dat doen. Wij zijn klein en onbetekenend. Jullie zijn groot en machtig. Dus jullie moeten het systeem voor ons veranderen. Wij wijzen naar hun. En aan de andere kant van het spectrum hebben we het ik-narratief. En het ik-narratief zegt van, ja luister, dat systeem veranderen, dat is kansloos. Wie ben ik nou? Maar ik kan wel mezelf veranderen, mijn eigen systeem. En dan zorgen we, en dat is dus een beweging waarin je ziet dat mensen stoppen met vliegen of plantaardig gaan leven. En het grote probleem van het hun en het ik-narratief is dat ze beide gepaard gaan met een enorme bak frustratie. Want het hun-narratief gaat enorm gepaard met de frustratie dat hun nooit doen wat wij van ze vragen. Dus we vragen ze van alles qua verandering, maar ze doen het nooit. En de frustratie van het ik-narratief is dat je je enorm betekenisloos voelt. Want jij stopt met het eten van vlees, maar je buurman gooit een extra grote steek op de barbecue. Maar wat we vergeten, en dat is de motor van Amplitie, is dat er ruimte zit tussen hun en ik. En dat is de wij-ruimte, de we-ruimte. Ja, dus de grootste, belangrijkste stap die we kunnen zetten om het systeem te veranderen, is dat we zoveel mogelijk we-plekken ontdekken. Ja, en ik noem dat het domein van de storymakers, het storymaking. Ja, dus Amplitie gaat eigenlijk over het verbinden van veranderaars, hè? Dus de maker is the message, is een bewuste variatie op Marshall McLuhan, die het over de medium is the message is. Hè? Dus naar mijn bescheiden mening is de maker het nieuwe medium, om het maar even zo te zeggen. Hè? Dus om verandering te bewerkstelligen, moeten we mensen die de verandering maken aan elkaar gaan verbinden. En dit wordt ook wel weaving genoemd, weven. Het verweven van al die verhalen. Nou, dan ga ik terug naar mijn scherm. En dan ben ik, als het goed is, weer bij jullie in de chat. En ik heb al 4 minuten gered. Applaus. Onwijs bedankt, Kees, voor je verhaal.